Er zijn vele manieren om naar de RAI te komen. Deze levert in ieder geval geen parkeerproblemen op en is nog toepasselijk ook als het gaat om de tweewieler RAI, de tweejaarlijkse tentoonstelling van fietsen, bromfietsen en motorfietsen. De fabrikanten richten zich sterker dan voorheen op speciale koperscategorieën. Zo verschijnen er bijvoorbeeld meer en meer types voor de jeugd beneden de bromfietsleeftijd, met namen als Chipper, High Riser en Jumbo Jet. Voor extra milieuvervuiling is er nu de fietsradio, die ook op de brommer kan worden meegenomen. Samen op de fiets, geïnspireerd op de Oosterse rickshaw. De prijs komt dicht bij de 600 gulden. Experimenteel is nog de elektrofiets. Op deze RAI wordt een prototype getoond dat voorlopig nog niet in serieproductie komt, omdat het gewicht van de accu's en de oplaadtijd vooralsnog een te grote barrière vormen. Dat opladen kan overigens een uitstekende manier van trimmen betekenen. Bromfietsers en motorrijders zitten altijd met het probleem waar ze hun helm moeten laten als ze niet rijden. Daar biedt het helm slot uitkomst. Prijs, inclusief bevestigingsbeugel, 29,75. En als je de sleutel eruit haalt, wordt die niet gestolen. Het was elke dag dringend geblazen bij de zware motorfietsen. Indrukwekkende brokken glanzende techniek, soms met schijfremmen en 4 of 6 cilinders. Voor prijzen die vaak veel hoger zijn dan die van een middenklasse auto. Verfijnde pronkstukken, maar ook knetterdingen die we steeds meer zullen zien en horen in ons land.